Zeg, wat denk jij van de zondag? Vind je het een fijne dag of vind je het een vervelende dag? Het is jammer dat ik jullie nou niet kan horen, want ik denk dat ik heel wat verschillende antwoorden zou krijgen. Maar goed, dat kan nou eenmaal niet. Misschien vinden ze het later nog wel eens uit. Nou, dat is tenminste nog één antwoord. Ik vind het een vervelende dag. Maar voordat ik je nu vraag waarom je het een vervelende dag vindt, eerst wat anders. Waarom hebben we eigenlijk elke week zo'n dag als de zondag, waarop bijna iedereen vrij is? Ja, precies, om uit te rusten. Want dat hebben de mensen nodig. 1 keer per week een dag rust. De meeste mensen moeten namelijk 5 dagen werken per week. En zaterdag zijn er dan nog allerlei klusjes te doen en moeten er ook nog vaak inkopen gedaan worden. Zodat het toch maar goed is dat we daarna een dag hebben waarop we uit kunnen rusten. Tenminste, dat is de bedoeling. Hoezo? Nou, dat staat in de 10 geboden. Dat je in 6 dagen al je werk moet doen en dat er dan een dag rust moet zijn. Kijk maar. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Het staat er wel weer een beetje moeilijk, hè? Maar Sabbat betekent ophouden met werken. Of rusten. En heiligen betekent apart zetten. Dus er staat eigenlijk, denk aan de rustdag dat je die apart zet. Het is dus een heel aparte, bijzondere dag, die rustdag. Goed, we gaan weer verder. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat, de rustdag, van de Heere, uw God. Dan zult ge geen werk doen. Weet je, God is de ontwerper en de schepper van de mens. En daarom weet hij precies wat goed is voor ons en wat we allemaal nodig hebben. En daar hoort dan ook 1 dag rust bij per week. Maar dat geldt niet alleen voor onszelf, hoor. Kijk maar. Dan zult ge geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog de vreemdeling, de gastarbeider dus, die in uw steden woont. God is hier eigenlijk net een dokter, hè, die iedereen 1 dag rust per week voorschrijft, zonder uitzondering. En niet alleen de mensen, maar ook de dieren, want het vee wordt ook genoemd. Nu heb je tegenwoordig hier in het Westen niet zoveel werkdieren meer, want bijna alles gaat machinaal. Maar vroeger gebeurde dat allemaal met behulp van werkdieren. En ook voor hen was het nodig dat ze 1 dag per week tot rust kwamen. Een stukje verderop in de Bijbel wordt het nog eens extra duidelijk gezegd. 6 dagen zult ge uw werk doen, maar op de 7e dag zult ge rusten, opdat u rund en uw ezel uitrusten. In de vorige eeuw werden er in de mijnen veel ponies en muildieren gebruikt om de karretjes door de donkere onderaardse gangen te trekken. Nu was er een gebied in Amerika, Pennsylvania, waar die dieren elke zondag naar boven werden gehaald, in het daglicht. Dat werd niet alleen gedaan om ze te laten uitrusten, maar ook om te voorkomen dat ze blind zouden worden. Want de rest van de week werkten ze bijna helemaal in het donker. Die trekdieren hadden dus niet alleen rust nodig op zondag, maar ook licht. Dat hoorde er ook bij, anders werden ze blind. Wat denk je, zouden wij ook meer nodig hebben dan alleen maar rust op zondag? Licht bijvoorbeeld? Nee, dat is zo. Wij werken niet in het donker. Tenminste, niet zoals die mijnpaarden. Maar weet je wat wel vaak gebeurt? Dat de mensen het zo druk hebben met hun werk of met hun studie, dat ze geen oog meer hebben voor de mensen om zich heen. Dan staren ze zich, om zo te zeggen, blind op hun werk. Dan word je dus eigenlijk ook een soort van blind. En daar hebben we allemaal wel eens een beetje last van, weet je dat? Als je de hele week alsmaar bezig bent met je schoolwerk en met je krantenwijk en 's avonds misschien ook nog met muziekles, gym of met een of andere club, dan heb je soms niet eens de tijd om gezellig met elkaar te eten. De een kan niet op tijd aan tafel komen en de ander moet alweer eerder weg. Het lijkt hier wel een hotel, zeggen sommige moeders dan wel eens. Jullie komen zeker alleen maar thuis om te eten en te slapen. Nou, op die manier verlies je elkaar hoe langer hoe meer uit het oog. En weet je wat het spreekwoord dan zegt als je elkaar uit het oog verliest? Ja, uit het oog, uit het hart. Weet je nog dat Bas en Barbara dat ook eens een keer meemaakten? Dat was toen Bas een auto had gekocht. Dag en nacht was hij daarmee bezig. Nu weer sleutelen,
dan weer poetsen en tijd om te eten had hij bijna niet meer. En als hij nog eens een keer aan tafel kwam, dan zat hij glazig te kijken. Want in zijn gedachten was hij dan al lang weer bezig met zijn auto. Het lijkt wel of hij met die auto getrouwd is in plaats van met mij, dacht Barbara. Op een gegeven moment werd ze het zo zat dat ze een plannetje bedacht. Weet je wat? Ik ga een paar dagjes naar mijn moeder. Eens kijken of hij me dan mist. Nou, missen deed Bas er zeker. Een auto is wel leuk, maar koken kan zo'n ding niet. En gezelligheid heb je er ook niet van. Nee, dat was een goede les voor Bas. Hij was gauw genezen. Ja, zo gaat dat als je elkaar uit het oog verliest. Dan blijft er voor de liefde voor elkaar maar weinig over. Uit het oog, uit het hart. Zie je hoe goed dat eigenlijk is, dat er één dag rust is in de week? Dan heb je eens fijne tijd om bijvoorbeeld gezellig met elkaar te eten of samen allerlei andere dingen te doen. Zo'n dag rust in de week voorkomt dus dat je blind wordt voor elkaar. En daarom hebben we zo'n dag net zo hard nodig als die paarden van daarnet, uit de mijnen. Ja, hoe zit dat met de kerk? De meeste van jullie gaan zondags waarschijnlijk ook nog naar de kerk of naar een of andere samenkomst. Waarom? Voordat je daar antwoord op geeft, eerst even wat anders. Kijk, als je bij de Heer Jezus hoort, dan neem je elke dag even de tijd om te bidden. Je vertelt hem dan wat je gaat doen die dag en wat je moeilijkheden zijn en zo. En als je wat ouder bent, lees je elke dag ook wat uit de Bijbel om daarover na te denken. Maar heel veel tijd zul je daar door de week meestal niet voor hebben. En je kunt er dan ook niet met anderen over praten. Daarom gaan veel jongens en meisjes bijvoorbeeld naar een Bijbelclub, waar wel anderen zijn waarmee ze erover kunnen praten. En de ouderen gaan daarvoor naar een Bijbelkring of gespreksgroep. En de kerk dan? Nou, daar wilde ik het nu juist over hebben. Omdat de meeste mensen vrij zijn op zondag, is dat een mooie dag om eens allemaal bij elkaar te komen. Als één groot gezin, jong en oud. Het gezin van God, om zo te zeggen. Om samen God te danken en met elkaar te zingen ter ere van God. Omdat we alle goede dingen aan hem te danken hebben. Snap je daar nooit zoveel van? Nou, die zijn er wel meer, denk ik. En dat is jammer, want eigenlijk zou die samenkomst op zondag juist voor iedereen fijn moeten zijn, hè? Voor jong en oud. Waarom ze het dan zo moeilijk maken? Ja, daar vraag je me wat. Dat weet ik ook niet. Misschien komt het wel omdat het zo moeilijk is om het eenvoudig te doen. Of misschien ook wel omdat ze de moeilijke dingen die eigenlijk op een Bijbelkring thuis horen, zondags in de kerk behandelen. Maar sommige kerken hebben daar wel wat op gevonden hoor. Die houden tijdens de kerkdienst een aparte samenkomst voor de kinderen. Dat noemen ze dan een kindernevendienst. En weet je hoe ze het in Engeland vaak doen? Nee? Daar houdt de voorganger, dus degene die de leiding heeft, eerst een toespraakje voor de kinderen. Of hij laat het iemand doen die dat goed kan. En daarna doet hij de gewone preek. En weet je wat de ouderen daar vaak van zeggen? Dat ze meestal meer hebben aan de kinderpreek dan aan de preek die voor henzelf bestemd is. Hoe ze het in Amerika doen? Nou, daar doen ze het nog weer anders. Daar gaat iedereen op zondag eerst in kleine groepjes naar de zondagschool. Niet alleen de kinderen hoor, maar ook de ouderen. En in die kleine groepjes worden dan allerlei dingen uit de Bijbel besproken en uitgelegd. En als er vragen zijn, kunnen die ook behandeld worden. En daarna komt iedereen bij elkaar in de grote samenkomst, waar dan veel gezongen wordt en gebeden. En de voorganger houdt daar een korte preek die voor jong en oud begrijpelijk is. Zo heeft iedereen er wat aan. Nou, ik heb wel veel gepraat, zeg, deze keer. Vond je het erg vervelend? In elk geval weet je nu waarom we één dag per week een rustdag nodig hebben. Denk nog maar eens aan die paarden uit de mijnen. Waarom werden die ook alweer op zondag naar boven gehaald? Precies, om te rusten en om niet blind te worden. En daarvoor hebben wij die rustdag ook nodig. Als we zo'n dag niet hadden, zouden we heel makkelijk de kans lopen om ook blind te worden. Blind voor elkaar en blind voor God.